het Van Gogh Museum. Op deze mooie nazomerdag. Het is een mooie middag, denk ik, om in het museum te zijn. Dat is het voordeel boven het strand. Het is niet altijd een mooie dag om op het strand te zijn, maar het is altijd een mooie dag om in het museum te zijn. Dus goede keuze. Mijn naam is Leo Jansen. Het staat daar ook voor de duidelijkheid. Ik ben conservator van de Van Gogh schilderijen in dit museum. Dat is een grote eer. Dat ben ik al een aantal jaren. En daarvoor heb ik 15 jaar van mijn werkend bestaan mogen wijden aan het maken van een uitgave van de brieven van Vincent van Gogh. En het is voornamelijk vanuit die achtergrond dat ik hier vanmiddag weer een ander voorrecht gebruik, namelijk voor u te mogen spreken. We gaan het hebben over de brief als bron van informatie over Van Goghs atelierpraktijk. Dat is niet zo'n sexy titel, dat geef ik wel toe. Het had veel sappiger gekund, maar het is wel, ik zal daar geen poging toe doen, maar het is wel wat we gaan doen. Die brieven, die zijn daar komen we zo ietsje uitgebreider nog op terug. Maar Van Goghs atelierpraktijk, laten we die eens even, wat verstaan we daar nou onder? En als we dat weten, kunnen we ook aangeven waarom die brieven daar zo informatief voor zijn. Ik heb een heel erg niet goedgekeurde officieuze omschrijving van atelierpraktijk verzonnen. Namelijk alles wat Van Gogh gebruikte en deed bij het voorbereiden, het feitelijk maken en het afwerken van zijn tekeningen en schilderijen. Wat gaat er in een kunstwerk bij Van Gogh? Hoe maakt hij het? Het gaat dus voor mij niet om wat hij ermee bedoelde. Interpretatie, duiding, symboliek, dat laten we vandaag even zitten. Ik weet niet, mag ik vragen, het is vrij, ik bedoel, er staat geen straf op. Wie van u heeft de tentoonstelling al bekeken boven? Nou ja, dat is toch een grote meerderheid, zou ik zeggen. Dan weet u eigenlijk waar ik het over heb. Hoe maakte Van Gogh zijn werken en waar baseerde hij zijn praktijk op? Nou, in de eerste plaats heb je het dan natuurlijk, als je als kunstenaar aan het werk gaat, over kennis die je moet hebben en vaardigheden die je moet hebben. Dat is heel simpel. Van Gogh was een autodidact. Dat wil zeggen dat hij het vak zichzelf grotendeels geleerd heeft. Maar hoe dan ook moet je leren. Dat deed hij op allerlei manieren. Daar kom ik nog eventjes op terug. Maar je hebt natuurlijk kennis nodig. Ik zelf ben helemaal geen kunstenaar. Ik kan niet tekenen. Ik kan niet schilderen. En als ik dat zou willen doen, dan zou ik toch eerst een aantal dingen moeten weten. Over perspectief, over kleur, over diepte, perspectief, dat soort dingen. En ik moet wat weten over materialen natuurlijk. Over papier, doek, verf. Welke soorten verf zijn er? Er zijn er nu veel meer soorten verf, bedoel ik, dan er waren in Van Gogh's tijd. Maar toch is het voor elke kunstenaar heel cruciaal om goed op de hoogte te zijn van welke materialen er zijn en hoe ze werken, hoe ze werken in de toepassing, in het gebruik, maar ook wat voor effect ze hebben als ze eenmaal op dat doek of op het papier zitten. Natuurlijk is ook van belang, als je een kunstwerk maakt, in welke omstandigheden je dat doet. Letterlijk, waar doe je dat? Binnen of buiten? In het atelier, heb je een atelier? Hoe groot is dat? Welke mogelijkheden heb je daar? Welke attributen heb je daar? Dus dingen die je kan gebruiken om in de beelden die je maakt te verwerken. Buiten werken, weersomstandigheden, weer bijzondere materialen die daarvoor bestaan. Toen ook al bestonden in de 19e eeuw. Dus dat is ook een heel belangrijk onderdeel van die atelierpraktijk. Oh, en dan hebben we natuurlijk nog wat het resultaat ervan wordt. Hoe is dat gemaakt? Hoe is dat afgewerkt? Hoe ziet dat eruit?
Welke keuzes heeft de kunstenaar gemaakt? Heeft hij een vernis opgedaan bijvoorbeeld? Welke type verf heeft hij gekozen en wat is het effect van die werken? Dus wat kunnen we afmeten aan het resultaat? Als wij nu, 130 jaar later ongeveer, willen weten hoe Van Gogh te werk ging, dan hebben we simpel gezegd twee manieren om daarachter te komen. Dus naar die kunstwerken gaan kijken. En dat is de meest aangewezen weg. Welk materiaal heeft hij gebruikt? Nou, dan ga je kijken naar dat werk. Daaraan kan je van alles zien. Bijvoorbeeld hoe breed penselen waren. Van Gogh werkte op een moderne manier, niet in de traditionele academische manier. In de academische manier werden kunstwerken zo glad mogelijk gemaakt. Nou ja, u weet allemaal dat Van Gogh bepaald niet een fijn schilder was, maar juist die expressieve toets wilde. Nou, als je daarnaar kijkt, kun je al een aantal dingen te weten komen over hoe dik of dun die verf geweest moet zijn. Zeker als die er... Als er impasto op zit, dus flinke, dikke, bijna geboetseerde lagen soms, dan moet het vrij dikke verf geweest zijn. Wat heeft hij voor doeken gebruikt, kun je soms zien. Zeker als je het uit de lijst haalt, kun je de grofheid of de fijnheid van het doek bekijken. U kent natuurlijk allemaal wel afbeeldingen, vermoed ik, zeker als u boven op zaal geweest bent, van verfmonsters. Dan worden er hele kleine puntjes uit de echte verf gehaald op plekken waar dat niet te zien is, om erachter te komen welke pigmenten die gebruikt heeft en hoe lagen zijn opgebouwd. Dus dat is heel veel informatie die je uit werken zelf kunt afleiden. En het kan heel ver gaan. Ik vind zelf monsteronderzoek, hè, dus die kleine uitsneden en daar dan zulke grote uitvergrotingen van maken, dat vind ik al een soort tovenarij. Een heel ander ding is, dit zijn twee schilderijen die Van Gogh maakte in Saint-Rémy. Dus allebei in 1889 in dit geval, van de tuin van de inrichting. En tegenwoordig kunnen we röntgenfoto's die we van schilderijen maken, laten analyseren door computers. Het weefsel, daar gaat het dan om. Want röntgenfoto's zijn altijd 1 op 1. Die vergroot je niet, die verklein je niet, maar die zijn altijd 1 op 1. Als u in het ziekenhuis bent en u hebt een röntgenfoto van uw onderarm, dan is die onderarm op de foto precies zo groot als die van uzelf, als het goed is. Dus je kunt met die weefselanalyses door een computer, dat model is helemaal ontwikkeld in samenwerking met onderzoekers in ons museum, speciaal binnen dit atelierpraktijkproject. En kun je van deze twee werken ook de röntgen dus onderzoeken. En dan komt dit patroon eruit. Daar zullen we niet al te veel op ingaan. Maar u ziet dat die lijnen mooi doorlopen als je ze boven elkaar legt. En dat betekent dat die werken dus, en u kunt het op een andere manier hier ook nog even zien. U ziet dun achter die strepen, zal ik maar zeggen, ziet u de röntgenopname van die, daar zijn ze over elkaar gemonteerd. En dan kun je dus zien dat die twee schilderijen op doeken gemaakt zijn die uit dezelfde rol komen. Dat betekent dat ze waarschijnlijk in de tijd kort op elkaar gemaakt zijn. En het betekent waarschijnlijk in dit geval ook dat ze door Van Gogh zelf gesneden zijn, die doeken. Want dit zul je niet zo heel gauw zo precies bij kant-en-klare doeken tegenkomen. Dat is een beetje te toevallig gewoon, dat je 5 doeken koopt bij een leverancier en dat die zo mooi aan elkaar passen. Ik zeg niet dat het niet kan, maar die kans is veel kleiner. Dus dat soort technisch onderzoek, diep in en door zelfs de schilderijen kijken, dat is de eerste weg om erachter te komen. En die weg gaan we vanmiddag niet bewandelen. Want dat is veel te moeilijk voor mij. We gaan kijken naar de brieven. Sommigen weten van u, weten misschien dat Van Gogh, behalve kunstenaar, ook een begenadigd schrijver was. Hij heeft vanaf zijn 16e jaar gezworven om zijn bestemming te vinden. En hij heeft vanaf dat moment altijd naar huis geschreven om mensen thuis, ouders in eerste instantie toen hij nog jong was, broers en zussen, op de hoogte te houden van wat hij deed. Toen hij in 1880, zeg ik even voor het opfrissen van uw geheugen voor zover nodig, toen hij in 1880 kunstenaar was, toen was hij 27,
was die eigenlijk, was Theo, zijn broer Theo, de belangrijkste steun voor hem. Zowel moreel als financieel. Want een van de problemen die je had als kunstenaar uit een niet zo erg bemiddeld domineesgezin, waar Van Gogh nu eenmaal vandaan kwam, was dat je niet zoveel geld had en dat je moest proberen geld te verdienen met je werk. Nou, Van Gogh heeft vrijwel geen cent verdiend met zijn werk. En alleen maar dankzij de steun, de onvoorwaardelijke steun, ondanks strubbelingen die er af en toe waren, maar de onvoorwaardelijke steun van Theo, financiële steun dus in dit geval, heeft Vincent zijn kunstenaarscarrière kunnen volbrengen. Sterker nog, het was zelfs op advies, of advies meer als suggestie van Theo, dat hij überhaupt daar aan begonnen is, want Van Gogh hield heel erg van kunst, had al van alles gedaan in zijn leven, hij had geprobeerd predikant te worden, hulponderwijzer, kunsthandelaar, heeft hij heel lang gedacht te zullen worden toen hij jong was. En toen zei Theo, je moet iets doen met je handen, je moet geld verdienen. Waarom word je niet illustrator van tijdschriften en kranten? Want dat is een praktisch werk aan de ene kant. Je zit toch een beetje tegen de kunst aan en je kan je boterham verdienen. En dat heeft Van Gogh opgepikt. Hij schetste toen al heel veel, maar meer voor zijn plezier. En toen dacht hij, ja, dat ga ik doen. En daar is uiteindelijk dus de kunstenaar Van Gogh door ontstaan. Dus Theo is van onschatbare waarde en betekenis geweest voor Van Gogh als kunstenaar. En dus ook voor ons. Nou, we hebben van Van Gogh nu nog ongeveer 820 brieven, bekend gebleven brieven. De meeste zijn in ons museum. Er zijn er ook nog een stuk of 80, iets meer, die aan hem gericht zijn. Maar hij zelf gooide het meeste altijd weg. Simpelweg omdat in die tijd werd er zoveel, hè, zoals wij nu de telefoons en de sms'jes hebben, noem maar op, nieuwe communicatiemiddelen. Men had toen ook heel intensief contact met elkaar, maar door brieven. En dat waren dus vaak kattenbelletjes, korte mededelingen. En Van Gogh heeft zich heel vaak verplaatst. Ik ben het aantal kwijt, maar ik denk dat iets van 30. 32 keer verhuisd. Dank u vriendelijk. Hij is 32 keer verhuisd, hoor ik zojuist van bevoegde zijde. En hij kon niet altijd alles meenemen. Je wilde niet. Dat deed je ook. Het heeft heel veel mensen verbranden. Oude correspondentie. Nou, we hebben nog 820 brieven en die zijn bij elkaar de meest indrukwekkende kunstenaarscorrespondentie die bestaat. Dat durf ik te zeggen. Niet omdat ik daar toevallig nou iets mee te maken heb. Maar dat zullen heel veel mensen beamen. Lezers, liefhebbers van ego-documenten, zoals dat zo mooi heet. Hè? Dus brieven, dagboeken enzovoort. Literatuurkenners, kunstliefhebbers. Die brieven zijn zo ongelooflijk rijk. Dat is een prachtig nalatenschap van Van Gogh. En hij heeft ook een heel goede pen. Dus zijn brieven zijn werkelijk fantastisch voor een paar weken vakantieleesvoer. U ziet hier een paar plaatjes van brieven. We zullen niet op de tekst ingaan, maar u kunt misschien... U ziet sowieso dat er tekeningetje in zit. Dat is een heel charmant aspect van die brieven. Maar u ziet die derde van links, dus deze. Dat hij ook nogal onconventioneel omging met het gebruik van papier. De rechtsbovenste brief is de alleroudste die we kennen van hem. De eerste uit 1872. Daar ziet u dat het handschrift nog heel erg regelmatig is. In die andere alweer veel minder. Dus er is heel veel aan af te zien. De ploeger. Nee, dat is geen ploeger. Dat is een eg, geloof ik. Die je toen nog met de hand voorttrok als je niet anders kon. Van Gogh was in Drenthe en die schreef... De mensen doen dat hier zelf. Heeft men geen paard, is men zelf een paard. Dus dan ben je je eigen machine, om het zo maar te zeggen. Een heel mooi schetsje. En toen ik nog met die brieven bezig was, lange tijd, vond ik dat een mooi symbool voor ons werk. Links een Franstalige brief. Dat kunt u misschien nog net onderscheiden op afstand. Van Gogh schreef in zijn verblijf in Nederlandse gebiedsdelen in het Nederlands. Maar als hij in Franstalige delen was, schreef hij meestal in het Frans. Niet aan familieleden die het Frans niet machtig waren, maar aan Theo bijvoorbeeld. Zijn uit de late jaren, als hij in Frankrijk is, alleen nog maar Franstalige brieven overgeleverd. En hij schrijft dan ook in, ik
denk 1889 aan zijn zus, die in het Nederlands aan hem schreef. Na 3 of 4 keer op en neer geschreven te hebben, ik ga je voort in het Frans schrijven, want dat gaat me eenmaal makkelijker af. En die vraag wordt nog wel eens gesteld. Waarom schreef hij in het Frans? Nou, hij had een goed gevoel voor talen. En kennelijk was hij zo ondergedompeld in die Franse taal en in die Franse klanken en noem maar op, de Franse cultuur, dat gemakkelijker werd voor hem. U moet zich ook voorstellen, hij leefde op zeker moment, vanaf 85, nee, begin 86 leefde hij in Parijs en daarna in Zuid-Frankrijk. Hij was permanent met Fransen. Ook in cafés, dus met gewone mensen die niet hoge cultuur Frans spraken, maar de dialecten, het volksfrans. Dus dat was voor hem een heel erg vertrouwde taal geworden. En ook daar hebben we dus mee te stellen, want je kan zien dat het Frans van Van Gogh, ik vind het benijdenswaardig, ik zou willen dat ik zo goed Frans kon schrijven, maar het is niet perfect. Dus voor zo'n uitgave heb je dan ook weer allerlei problemen op te lossen als je dat gaat vertalen. Maar dat is een heel ander verhaal. In elk geval hebben we ze allemaal voor u beschikbaar gesteld in een webeditie die u zomaar kunt gebruiken, bezoeken. Doorstruinen. Alles wat we weten over die brieven staat erin. Van alle brieven ziet u deze bladen. Dus alle facsimiles, zoals dat heet in het jargon, van alle brieven zijn te vinden. Alles is uitgelegd, alle kunstwerken zijn geïllustreerd. En het is allemaal voor gratis. Er is ook een gedrukte uitgave van. Die is groot en zwaar. En 6 delen en 15 kilo. Daar komt binnenkort een bloemlezing van uit. Dus dat kan ook nog een optie zijn. Maar we gaan het nu dus hebben over de brieven en de praktijk. Linksboven een knipje uit de brieven waar hij schrijft wat voor palet hij op dat moment hanteert. Een gezond palet. Een praktisch palet met gezonde kleuren, schrijft hij. Dat is vroeg, dat is in Den Haag, als hij net met schilderen begint. Na een eerdere poging wel, maar dan is Theo op bezoek geweest en hebben ze besloten van, nou ja, na 1,5 jaar tekenen is het goed om eens een keer echt aan het schilderen te gaan, want daar moest toch het geld mee verdiend worden, als het ooit zou lukken. Dus het vroegste palet en uit de brieven, en dan uit de praktijk, het werkelijke palet, zoals dat boven ook te zien is, te leen uit Musée d'Orsay. Het palet dat Van Gogh gebruikte vlak voor zijn dood. Het is een wonder dat het bewaard gebleven is. En het zijn natuurlijk magische objecten. Ik vertelde eerder, we hebben dus die basiskennis die je moet hebben. Nou, hoe leerde Van Gogh nou? In de eerste plaats heeft hij geleerd van andere mensen. Hij ging naar zijn aangetrouwde neef Anton Mauve, of Mauve, zo u wilt. Dat was een heel beroemd kunstenaar van de Haagse school in die tijd. Die was getrouwd met een nicht van Van Gogh. En zo had hij daar natuurlijk een entree. En daar heeft hij heel veel van geleerd in Den Haag. Die zette hem meteen ook aan het schilderen al. Toen had hij had zelf heel veel met tekenen geoefend op dat moment al. Maar Mauve zette hem dus meteen aan het schilderen. Hij heeft contact gehad met kunstenaarsvrienden. Anton van Rappard is een vroege Hollandse vriend van hem in zijn Hollandse jaren. Maar later ontmoet hij natuurlijk Gauguin, hij ontmoet Emile Bernard, hij ontmoet allerlei anderen in Parijs die toen bij de avant-garde hoorden. De impressionisten via Theo, die daar kunsthandelaar was en een heel, heel, heel goede baan had als filiaalhouder van een groot kunsthandelsconcern. Via hem ontmoette Van Gogh natuurlijk ook allerlei interessante mensen en kunstenaars. En nou ja, kunstenaars wisselen uiteraard allerlei dingen uit met elkaar, komen bij elkaar op het atelier. Dus die contacten met allerlei mensen, gelijken, leermeesters, die zijn heel belangrijk geweest. Hij heeft in Antwerpen in de winter van 1885-86 een paar maanden lessen genomen op de academie. Hij is daarna in Parijs ook naar een atelier van een bekende schilder gegaan om daar nog te leren. Dus hij deed van alles om zich te scholen. En hij las ook allerlei boeken, kunstenaarshandboeken, over hoe om te gaan met aquarelverf, hoe om te gaan met perspectief, hoe je met houtskool werkt, maar ook biografieën over kunstenaars, een soort
memoires van kunstenaars. Alles wat hij kon. Het was een gretig lezer. Alle bronnen die hij kon aanboren, die nam hij tot zich. Verder was hij een gretig verzamelaar van prenten. Zwart-wit prenten, die waren goedkoop. Later zal hij ook Japanse prenten gaan verzamelen als hij in Parijs daarmee kennis maakt. U ziet links een prent uit zijn bezit. Twee oude heertjes op een bankje. En dat was het soort... Hij hield van die zwart-wit prenten en hij hield zeker ook van dit soort motieven uit het volk. En zijn eigen ambitie werd dus ook kunst maken uit het volk, voor het volk. Hij hoopte dat zijn kunst door gewone mensen gewaardeerd zou worden. En het is dan ook niet zo gek dat hij zelf zo'n mannetje als daarnaast, een weesmannetje, dus een man die in een arme oude mannenhuis zat, dat hem erg aansprak en dat hij dat zelf ook ging proberen. En daar zijn heel veel voorbeelden van. Er zijn ook heel andersoortige prenten. Hij ging ook naar de techniek kijken. Daarvoor keek hij altijd naar kunst, voor hij kunstenaar werd, bedoel ik. Als, nou ja, zoals wij, denk ik. Zoals heel veel mensen van. Vind ik het mooi? Wat doet het me? Wat is, zoals hij het zelf zei, het sentiment dat er uitspreekt? Dat is niet in de zin van sentimenteel, zoals we dat nu zeggen, maar welk gevoel brengt het over? Welk gevoel roept het op? Maar als hij eenmaal kunstenaar is, gaat hij natuurlijk ook technisch kijken naar die prenten en andere kunstwerken. Want hij ging natuurlijk ook naar het Louvre toen hij in Parijs was. Dat was natuurlijk een mer à boire om de kunst, letterlijk de kunst, af te kijken. Toen in oktober, toen in 1885 het Rijksmuseum voor de eerste keer opende, echt opende, in dit gebouw waar het nu nog is, ging hij ook een paar maanden later, in oktober 85, daar eens kijken. Want dat was natuurlijk een heel groot moment voor de Nederlandse kunst. Nou, daar heeft hij geweldig veel inspiratie op gedaan. En het was ook nog eens een bevrijding voor hem. Want hem werd vaak verweten, hij had vlak daarvoor de aardappeleters afgeleverd. Nou, daar kreeg hij heel veel kritiek op. Met name uit de hoek van de mensen die wisten wat kunst was. En die zeiden, ja, het is allemaal zo grof en zo onafgewerkt en zo onconventioneel. En hij zei, ja, dat kan me niet schelen. Het gaat mij om de expressie. Hè? Ik wil er iets mee zeggen. En dat is veel belangrijker dan of het nou netjes volgens de regels gedaan is. Maar die kritiek die bleef komen. Toen zag hij in het Rijksmuseum dat Rembrandt ook af en toe, tjoep, zomaar even een veegje op een neus zetten, of voor een lichtje of op een voorhoofd. Dat hals ook af en toe met een lekkere brede. Dus dat werden meteen ook tegenargumenten tegen al die mensen die kritiek op hem hadden. En dat was een enorme bevrijding voor Van Gogh. Dus hij keek echt naar kunst. En dat is ook dat doen alle kunstenaars, denk ik. Alle kunstenaars kijken naar hun collega's van voorheen en van nu. Om te zien hoe ze het doen. Dat is dus over hoe komt hij aan zijn kennis. Kijken, leren, andere mensen. Dan over materialen. Van Gogh moest natuurlijk zijn kennis daarover opdoen. Daar hebben we het over gehad. Maar hij moest ook zijn materialen hebben. Hij moest keuzes maken. En we weten uit de brieven vrij veel over hoe dat in zijn geval werkte. In de eerste plaats schrijft hij in het algemeen vrij regelmatig over materialen die hij gebruikt. Ik heb nu verf van die en die handelaar, maar het zint me niet, want hij is te slecht gemalen, of de pigmenten. Of hij is te dik of te dun. Ik heb meer van dat en dat papier nodig, want dat is vrij ruw en daar kan ik lekker op werken. Of dat en dat papier wil ik niet, want het is te glad. Hij schrijft daar vrij vaak over. En dus op die simpele manier leren we heel veel over wat Van Gogh allemaal in zijn atelier eigenlijk aan het doen was. Als hij, nadat hij in Parijs is geweest in 86, 87, naar Zuid-Frankrijk gaat, dan wordt Theo de tussenpersoon, meestal voor Van Gogh, tussen Arles, waar hij zelf zit te werken, en de kunstmaterialenhandelaren in Parijs, waar Van Gogh graag zijn... Hij was daar twee jaar geweest, dus hij kende daar een paar adressen die hem goed bevielen. En hij liet dan Theo die materialen bestellen en opsturen. En betalen natuurlijk. En hij, het mooie van die brieven is dat we niet alleen dat allemaal kunnen lezen en leren,
maar ook dat hij dit soort tekeningetjes maakt, waarin hij schrijft, ik wil je vragen om zo snel mogelijk een paar gewone penselen te sturen die ongeveer van deze grootte moeten zijn. Dus we weten dan dat dit de breedte was waarmee Van Gogh werkte. Ik sluit niet uit, ik weet het niet, maar dat hij ze even naast zijn briefpapier heeft gehouden om even de breedte. Het zijn ook verschillende types, platte en gepunte. En hij wil van alle drie une demi-douzaine de chaque SVP. Van elk een half dozijn, alsjeblieft. Dus, en dit soort bestellingen komt regelmatig voor in die Franse brieven. Hier hebben we een andere. Het is een beetje een vaag plaatje. Waarvoor excuses. Ik moet je om de volgende schildersmaterialen vragen. 10 meter doek. 10 meter de toile. Dat ziet u, denk ik, hier wel staan. 6 tubes blanc de zinc, zinkwit. 2 tubes emerald. Wat zeggen wij daarvoor? Nou, groen. En kobalt, 2 tubes. Dit zijn de grote tubes, grand tube. En dan hebben we nog petit tube met karmijn, rood natuurlijk, vermiljoen. En 1 grote tube, gewone lak, lak ordinair. En natuurlijk nog even een half dozijn gepunte penselen. En we weten hier dus dat hij marter- of bunzingpenselen gebruikte. Theo mocht het opsturen en de rekening natuurlijk ook voldoen. En zo leren we ongelooflijk veel over papier. Ik gaf er een voorbeeld ervan, dat hij graag had. Welke potloden, we hebben een schetsje in een brief. Als hij met een Faber-potlood, bestaat nog steeds Faber zoals u misschien weet. Waar hij precies aangeeft hoe dik de stift was waarmee hij werkte. Nou, als je wil weten hoe hij in de praktijk zijn tekeningen maakt, dan is dat natuurlijk ontzettend waardevol. Hoe die met aquarelverf omging. Maar we moeten het dan natuurlijk ook over de hulpmiddelen hebben. We hebben het nu over de echte, waar die mee tekende, schilderde. Maar er is meer om een schilderij te maken. En dit kent u waarschijnlijk ook nog van boven, van de tentoonstelling. De laatste jaren veel genoemde, ik zou bijna zeggen veel uit de kast getrokken, perspectiefraam van Van Gogh. Ik vertel het nog maar even voor de volledigheid, voor degenen die het misschien boven niet gezien hebben. Links ziet u een schetsje van het raam. Dus het is gewoon een lattenwerk. Kan verschillende grootte hebben. Hij heeft, daar zitten allerlei spijkers in, of andere dingen, waarmee je draadjes kunt spannen. Dat patroon, dat kruis, die diagonaal en dat kruis, tekent de kunstenaar in dezelfde verhouding ook op zijn papier of doek. En hij kijkt dan door dat raam naar zijn motief. Dat ziet u rechts. Hij heeft zelf dus geïllustreerd in zijn brieven hoe hij dat dan toepast. Hij kijkt daar doorheen en weet dan, doordat hij in dezelfde verhouding dat kruis en de diagonale op zijn, nou, nogmaals, doek of papier heeft staan, wat de proporties zijn, hoe groot de onderdelen moeten zijn. Want perspectief is altijd een probleem geweest en gebleven voor Van Gogh. En hij had heel slim bedacht, ik weet niet of hij dat uit een boek had, want dit is niet zijn uitvinding. Dürer had al in de 15e eeuw dit bedacht. En misschien wel mensen voor Dürer, dat weet ik niet eens. Maar hij heeft, daarboven ziet u dwars een paal, een van die palen die daar in het zand staan rechts, met allerlei pinnen. Dus hij kon dat, wat uit dat schetsje ook mooi blijkt, op ongelijke grond gewoon heel goed gebruiken. Dat over het perspectiefraam, dat hij natuurlijk ook binnen kon gebruiken in zijn atelier. Het atelier is natuurlijk eigenlijk de jas van de kunstenaar. Daar moet het gebeuren, meestal. En als er materialen zijn daar normaal gesproken, en afgezien van dat wat een kunstenaar buiten doet, omdat hij voor het motief wil zitten, moet natuurlijk het echte, de echte kunst, het echte fornuis, het koken gebeurt binnenshuis. We zien hier een schetsje van zijn woning in Den Haag. Ik weet niet of u het kunt zien. Dit is het atelier. Dit is de hele woning. Hier staat keuken, kamer,
alkoof, een soort opberg, dat had hij hier afge... Dit zijn stippeltjes, afgezonderd. En dit is dan zijn atelier met drie ramen op het zuidwesten. Dat zijn deze ramen. En we kennen tekeningen van Van Gogh die hij door die ramen naar beneden heeft gemaakt. Dus zijn uitzicht uit die ramen. Als hij dus schrijft over, en dat doet hij uitvoerig in die brief, over wat hij aan het doen is en hoe hij zit en hoe hij... wat voor uitzicht hij heeft, niet alleen, maar ook wat de omstandigheden zijn, hoe lastig het soms is, hoe beperkt, want Van Gogh wilde altijd meer en beter. Hij had een grote neus voor betere kwaliteit, ondanks het gebrek aan geld. En zijn argument was altijd, ja Theo, we hebben nu al zoveel uitgegeven. Als we niet nog verder gaan, dan is alles voor niks geweest. Dus hè, dat is dat soort logica, daar was Van Gogh buitengewoon goed in. We hebben ook een vergelijkbaar kijkje in het atelier met een schets als deze. Die is dus van een volgend atelier later, waar we kunnen zien hoe Van Gogh blinden voor zijn ramen liet maken om het licht te kunnen controleren. Want hij wilde ook modellen in het atelier zetten en dan doen alsof ze daar op straat stonden, zodat de schaduwen goed vielen. En dan had hij dus, moest hij het licht kunnen controleren. Geen goedkope grap. We zien heel veel, er zijn heel veel op schilderijen ateliers van kunstenaars te zien uit die tijd. Daar is vorig jaar, misschien iets langer geleden, in Tijlers nog een heel mooie tentoonstelling over geweest. En heel vaak gebruiken kunstenaars gordijnen. Hè, bijvoorbeeld als je zo hoog twee gordijnen hangt aan een stang bijvoorbeeld. Of zo. En dan kun je al heel wat doen. Heb je vier vlakken die je kunt blinderen als je zou willen. En dat lijkt mij een vrij betaalbare oplossing. Nee, Van Gogh die ging natuurlijk een timmerman bestellen en zorgen dat die dat keurig deed. Ik noemde al dat hij werkte met modellen. Daarover schrijft hij ook veelvuldig. Want ik denk dat niet overdreven is om te zeggen dat voor veel mensen Van Gogh toch eigenlijk een geweldig landschapsschilder is. Maar zijn ambitie was figuur schilderen. Hij wilde het figuur beheersen. Daarom ging hij ook tussentijds, hè, zoals ik al vertelde, naar de academie terug. Hij wilde de menselijke figuur onder de knie krijgen om die goed te kunnen weergeven. Want mensen van zijn tijd schilderen, tekenen, die drukte daarmee kon hij uitdrukken wat er in zijn tijd omging. Maar dan had hij modellen nodig. Die kon hij natuurlijk op een academie gemakkelijk krijgen. Maar hij moest het voornamelijk zelf uitvinden. En dat betekent dat hij die modellen simpelweg moest betalen. En dat kostte nogal wat. Zeker als je niet zoveel geld hebt. En er waren ook zeg maar, professionele modellen. Mannen en vrouwen die gewoon veelvuldig door kunstenaars gebruikt werden om te poseren. En die kregen daar gewoon een aardige vergoeding voor. Dat was geen geweldig salaris, maar die moesten een paar gulden per dag hebben bijvoorbeeld. Dat was toen een mooie vergoeding. En dat was voor Van Gogh te veel geld om dagelijks te doen. Dat kon hij zich helemaal niet permitteren. Soms deed hij het toch. We hebben dat weesmannetje gezien. Dat was een oud baasje, dat deed het voor niks of voor heel weinig geld. Hij heeft heel veel getekend met Sien, de vrouw met wie hij op een gegeven moment gaat samenleven in Den Haag. En die is dan echt een goedkoop model. Maar hè, meer verschillende gezichten, gelaatstrekken, houdingen. Dat was voor hem nu eenmaal buitengewoon moeilijk. En we lezen daarover in de brieven en over de problemen die hij daarmee kon hebben. In Etten, dus nog helemaal aan het begin van zijn carrière, schrijft hij het volgende over modellen. Maar wat een toer is het om de lui aan het verstand te brengen wat poseren is. Boeren en burgers zijn desperaat verstokt op het punt waar ze niet af willen, dat namelijk men niet anders moet willen poseren dan in zijn zondagspak, met onmogelijke plooien waar nog knie, nog elleboog, nog omoplaat, schouderbladen, nog enig ander lichaamsdeel zijn karakteristiek deukje of verhevenheid in heeft gemerkt. Waarlijk, dat is een van de petites misères de la vie d'un dessinateur. Ik denk dat dit heel veel zegt over het soort mensen waar hij het dus van moest hebben. Mensen die alleen maar op in gestreken kleding, zonder karakteristieken. Van Gogh heeft het vaak over dingen en mensen waar het leven overheen is gegaan. Oud, gebruikt, versleten, sappelig.
Nou, dat kreeg hij dus allemaal. Al die mensen willen er piekfijn op staan als op een portretfoto. Ik denk dat hij dit heel mooi formuleert. Ik denk dat dit een argument is voor de schrijver die Van Gogh was. Een vorm van ironie zit daar natuurlijk ook in. En die laatste zin, waarlijk, dat is een van de petite misère de la vie d'un dessinateur. Dat is een dubbelzinnige, of een dubbele toespeling eigenlijk. De uitdrukking is les petites misères de la vie humaine, de kleine ongemakken van het menselijk leven. En hij maakt daarvan van het leven van een, de kleine ongemakken van het leven van een tekenaar. Maar het is ook een toespeling op een boek van een zekere Gavarni, die een boek had uitgegeven, een tekenaar, een hele mooie schetsjes waar Vroeg erg van hield, les petites misères de la vie humaine. Dus het is een dubbele toespeling. Niet alleen de modellen zaten hem, nou ja, boden niet altijd wat hij wilde, maar hij schrijft ook: gij moet weten dat ik tegenwoordig 's morgens 4 uur al buiten zit, omdat het op de dag te moeilijk is op straat te zitten wegens de voorbijgangers en straatjongens, en ook het mooiste moment om de grote te lijnen zien als de dingen nog tonig zijn. Dus op straat zitten was gewoon ook geen pretje. Hij zit dan in Den Haag, in de stad soms. En dat is, hij wilde stadsgezichten maken, omdat een oom die bij hem besteld had. Ja, al die mensen die er langskomen. En van andere brieven weten we ook dat dan soms de mensen hem beschimpten of rottigheid uithaalden. Dus dat waren geen ideale omstandigheden. Dat is eigenlijk meer het torpederen van de atelierpraktijk van Van Gogh, zou je kunnen zeggen. Buiten, ik had het over het atelier, maar we hebben natuurlijk ook een deel van het werk, zeker bij Van Gogh, dat buiten gemaakt werd. In zijn tijd werd het steeds normaler voor kunstenaars om buiten te gaan werken. Voorheen gingen kunstenaars ook heel vaak naar de bossen en de velden. Neem Rembrandt, om maar iets te zeggen. Ze gingen heel vaak buiten werken, maar dat was bijna altijd bedoeld om mee te nemen naar het atelier en te gebruiken. Het was een studie naar de natuur, letterlijk, om die in een compositie, die ze daarna gingen bedenken, vaak op veel groter doek, te gebruiken. Maar in de 19e eeuw ontstaat een traditie waarin het direct schilderen naar het landschap, buiten, direct voor het landschap, geldigheid krijgt, geaccepteerd begint te worden. En Van Gogh zat ook in die traditie, hield erg ook van de Franse landschapskunst van de 19e eeuw, de schilders van Barbizon. En daar heb je natuurlijk weer speciale voorzieningen voor. Dat is, ik weet niet of u zich ervan bewust bent, dat pas in de jaren, vlak voor de helft van de eeuw, ik dacht de jaren 40, de tubeverf werd uitgevonden. Of de tube dus, als hulpmiddel, als verpakkingsmiddel moet ik eigenlijk zeggen. Daarvoor moesten die schilders die buiten die natuur gingen studeren zelf hun verf aanmaken en dat in varkensblaasjes of zo meenemen. Kon je natuurlijk minder hoeveelheid en het bleef minder lang goed. Toen die tubeverf kwam, werd dat voor kunstenaars in één keer een stuk gemakkelijker. En ook waren er allerlei, u hebt waarschijnlijk die winkel wel gezien, die etalageraam, de twee etalageramen boven in de tentoonstelling. Er werden al heel snel heel veel producten verzonnen, uitgevonden voor kunstenaars om buiten te kunnen werken. Heel lichte kleine veldezeltjes, krukjes, parapluutjes. Doosjes waar alles keurig in gerangschikt was. Een aantal tubes, penselen, een aantal plankjes waar ze dus hun schetsen op konden maken. Dus dat was een heel nieuwe industrie in die tijd. En Van Gogh maakte daar dankbaar gebruik van. Evengoed heb je geen invloed op de omstandigheden als je buiten bent. En in Zuid-Frankrijk kwam je de Mistral tegen. Die enorme wind uit het noorden, die echt heel erg hard kan zijn. En het gaat niet om het grote plaatje, dat is een afbeelding van een schilderij dat hij maakte, met op de voorgrond wuivend koren en op de achtergrond de stad Arles. Maar het gaat me om dat kleine dingetje daar rechtsonder. Dat is de poot, een van de poten van een ezel, waar hij een touw om heeft gebonden, met daardoorheen een pin. Dat is een advies dat hij geeft aan zijn vriend Bernard, want daarmee kan hij zijn ezel stabiliseren. Een schildersezel. Die Mistral die kon zo sterk zijn dat echt de ezel omwoei of het doek begon te klapperen. Daar had hij last van. Dat kun je soms nog wel zien.
dan zegt hij, ja, die en die studie is niet zo denderend gelukt, want ik had te veel last van de Mistral. En dit is dus een hulpmiddel. Dat zijn typisch van die dingen die je zelf uitvindt, die wij op onze fietsen ook doen om de bagage mee te krijgen of om onze fietstas vast te maken. Of in de tuin om een schutting, ik weet niet wat, om iets op te hangen. Iedereen vindt zo in zijn leven zijn eigen dingetjes uit. En dat deed Van Gogh dus ook in zijn kunstenaarspraktijk. Dat wat betreft die omstandigheden. En dan komen we bij het kijken naar wat is nou uiteindelijk uitgekomen. Wat kun je daaraan zien? Nou, in de eerste plaats zien we veel werken van Van Gogh met vernis. En dat heeft er vaak niet op gezeten. Dat is later gebeurd. Want Van Gogh, zeker als hij eenmaal die omslag naar modern schilder heeft gemaakt, dus na zijn Parijse jaar, of in zijn Parijse jaar, moet ik eigenlijk zeggen, dan sluit hij zich meestal aan bij die moderne richting, die mat schilderen als een teken van moderniteit beschouwt. Ik zeg niet dat hij daarna niet meer vernis gebruikte, dat deed hij namelijk wel, dat weten we ook weer uit de brieven. Maar dat zijn allemaal dingen waar hij over schrijft in de brieven en waar we heel veel informatie over krijgen. En ook over de trucjes om bijvoorbeeld de olie, hoe meer olie er in de verf zit, hoe langer die zacht blijft. Die olie die moet uitharden in feite. En kunstenaars verzonnen trucs om die olie er sneller aan te onttrekken. En dat was van belang omdat het natuurlijk stabieler werd als die verf wat harder werd. Maar ook als hij het wilde vervoeren, dan moest het natuurlijk een beetje gedroogd zijn. Misschien niet 100%. En over al die dingen schrijft hij in de brieven. Hij schrijft ook over lijsten die hij soms bedacht rondom zijn schilderijen. En dan zit je dus echt al, dan ben je zelfs al verder dan het voltooide schilderij. Dan heb je het over hoe wordt het schilderij gepresenteerd. Maar in wezen valt dat toch ook onder de praktijk van de kunstenaar. Hoe wil die met het resultaat van zijn werk gezien worden? Dit is een schilderij in Krullemuller. Dat Van Gogh naar Nederland wilde sturen om daar een aantal mensen over te halen om wat warmer te worden voor het impressionisme. En wij noemen dit al geen impressionisme meer, maar hè, dus de nieuwe kunst van die tijd. Want Nederland liep heel erg achter. Wij hebben hier in die periode het impressionisme totaal aan ons voorbij laten gaan. Verzamelaars keken naar andere kunst of terug. De kunst van Barbizon van 30, 40 jaar daarvoor. En er zijn heel weinig verzamelaars. Ze zijn er wel geweest. Hoogendijk. Maar er zijn heel weinig verzamelaars die zeg maar eind van de 19e eeuw al een smaak ontwikkeld hadden voor het impressionisme. Dat toen ook al enkele tientallen jaren oud was. En Van Gogh, die wilde natuurlijk ook een afzetmarkt, letterlijk, die wilde gewoon verkopen. En die begreep dat Nederland achter was. En een van de contacten die hij en Theo hadden in Nederland was een meneer Tersteeg. Van datzelfde grote concern waar Theo werkt. En hij dacht, als ik nou dit schilderij naar hem opstuur en cadeau geef. Ze hadden al eerder 10 impressionistische of moderne schilderijen naar Nederland gestuurd. 9 kwamen weer retour. En ik geloof dat ene niet eens meteen verkocht is. Dat weet ik even niet zeker. Maar dat was dus geen succes. En dan wil hij toch opnieuw die Tersteeg overhalen door hem dit schilderij te schenken. En dan geeft hij links in dat, op dat brief, op die briefpagina geeft hij aan wat volgens hem de beste lijst is voor dat werk. En daar ziet u een randje aan de buitenkant. Daarin staat boven or, goud, en daarin staat bleu. Dus hij stelde zich voor een lijst die aan de binnenkant blauw was en aan de buitenrand moest daar van goud zijn. En het donkere vlakje dat u ziet, dat is dus het schilderij. Een blauwe band op. En zo schrijft Van Gogh dus veel vaker over wat hij zich voorstelt als lijsten van zijn schilderijen. En soms zijn er mensen die nu nog vinden dat we dat zouden moeten toepassen. Dat is aan de ene kant interessant, we komen op een ander terrein hoor, maar dat is een interessant idee. Het enige is dat voor Van Gogh waren het vaak ook maar ideeën, suggesties. Hij heeft ze nooit in de praktijk gebracht, of bijna nooit. Met andere woorden, het kan best zijn dat als hij het gedaan had, dat hij gedacht had, niet helemaal
de goede oplossing. Hij schrijft bijvoorbeeld over simpele latjes die aan de zijkant tegen het schilderij aan zouden moeten worden getimmerd. Of witte lijsten, platte, witte, eenvoudige lijsten van heel gewoon hout. We weten ook dat hij ooit notenhouten lijsten om een aantal werken in Arles heeft laten maken. Dus dat heeft hij dus echt effectief gedaan of laten doen. Maar veel van die experimenten zouden we volgens mij niet hoeven herhalen. Misschien om te weten wat het zou doen, maar niet omdat we daarmee werkelijk doen wat Van Gogh wilde. Want Van Gogh deed, zoals ik al zei, vaak ook alleen maar een suggestie. Ik zelf geloof helemaal niet in deze lijst voor dit werk, maar dat is niet zo belangrijk, want ik heb er niet zo over te zeggen. Hij schrijft ook over hoe hij zijn werken gepresenteerd wil hebben in termen van rangschikking. Dit is een triptiek, hebben we boven op zaal. Daar ben ik erg trots op. Drie schilderijen van Boomgaarden. Dat zien we niet zo vaak. Er is ook nog een schetsje in een brief waar die de Berceuse, een schilderij dat u misschien kent, met twee zonnebloemen aan de zijkant. Zoals we het in de vorige ronde van deze tentoonstelling, hè, recent zijn veel werken vervangen, omdat ze weer terug moesten naar de eigenaren. Daar hadden we in zo'n opstelling met twee zonnebloemen, één uit Londen en de onze, met in het midden de Berceuse van het Stedelijk. Dus hij had daar, zoals veel kunstenaars, ook ideeën over, omdat kunstenaars in die periode begonnen zichzelf direct te promoten. Daarvoor werkten ze voornamelijk in opdracht. En dat hele systeem van galeries, de kritiek die dan, hè, dus de critici, de kunstcritici die dan in die galeries gaan kijken en daarover schrijven in de kranten, dan worden ze beroemder, dan worden ze meer verkocht, dan gaan verzamelaars ze oppikken. Dat is toen eigenlijk ontwikkeld. En kunstenaars realiseerden zich in die periode dat ze zelf daarin ook moesten meewerken. En dat heeft geleid tot het kunstsysteem dat we nu nog steeds hebben. Het is weer verder doorontwikkeld natuurlijk. En nu wordt er gewoon zonder schaamte gezegd dat een kunstenaar nu eenmaal een merk is. Maar dat is toen dus eigenlijk allemaal begonnen. En een heel andere kant van de zaak is dat schilderijen werden verzonden. En vaak gebeurde dat op rollen. Een doek kun je van zijn raam afhalen waar het op gemaakt is en oprollen. Dat is flexibel. Natuurlijk, ik had het al over natte verf. Die natte verf is een risico. We zien ook in heel veel doeken van Van Gogh op het impasto, hè, dus op het dikke gedeelte, dat er dat weefpatroon van de opliggende doek te zien is. En hij stuurde ze vaak per post. Hij heeft ook kisten verstuurd. Met name in Frankrijk zijn het vaak rollen. Toen hij in Nederland zat, stuurde hij vaak kisten op. Want de overeenkomst met Theo was: jij betaalt voor mijn, jij maakt het financieel mogelijk dat ik werk. En daarmee zijn die werken eigenlijk ook jouw eigendom. Dat was de overeenkomst. Zij stuurde heel vaak pakken papier, tekeningen en pakken met rollen met schilderijen aan Theo. Maar dan gaat een kennis van hem uit Arles, die gaat een keer naar Parijs. En die is de pineut. Want de rol die hij je zal brengen, gisteravond heb ik de avond doorgebracht met die tweede luitenant, waar hij ook een portret van geschilderd heeft. En hij is van plan vrijdag hier vandaan te vertrekken. De rol die hij je zal brengen bevat 36 studies. Nou, dat is, die man die ging voor een tijdje naar Parijs, die zal zijn eigen bagage ook bij zich gehad hebben. Ik vind het niet heel erg subtiel van Van Gogh om iemand, kijk, 10 misschien op een stevige rol, maar dit moet echt een heel pakket geweest zijn. En dan zitten daarbij ook nog eens heel veel doeken waarover ik hopeloos ontevreden ben. Nou, dat is voor Millet, die de man over wie dit gaat, vast geen troost geweest. Kortom, want ik denk dat ik wel aan mijn tijd ben. Die brieven, die bevatten ongelooflijk veel informatie. Ik heb echt alleen maar, ja, ik heb zomaar wat geplukt, zou ik bijna willen zeggen, zonder al te veel systeem. Behalve dat ik even een paar van die vier aspecten wilde aanstippen waar het in de atelierpraktijk van een kunstenaar over gaat. Van de materialen, van de omstandigheden enzovoort. Maar er is veel meer. Dus ik zou eigenlijk zeggen, lees die brieven. Dank u wel.